Heb je altijd al willen weten hoe je de perfecte biefstuk gaart? Dat doe je met de Tefal Opti-Grill Elite. Ik maak een hele mooie steak sandwich van gegrilde pompoen, bospaddenstoelen en heerlijke entrecote. We hebben nodig mooie bospaddenstoelen, maar je kunt ook gewoon champignons gebruiken buiten het seizoen, geen enkel probleem. Een teentje knoflook, daarbij komt een shallotje, een half takje rozemarijn en een takje tijm. Ondertussen is mijn snacking en baking accessoire mooi op temperatuur. Er gaat een scheutje olie bij. En daarin het shallotje, de kruiden en de knoflook. Als de uitjes en de knoflook mooi glazig zijn, dan kunnen de paddenstoelen erbij. En je ziet dat die paddenstoelen mooi meteen die olie opzuigen met al die smaak van die knoflook en die verse kruiden. Daarom is het belangrijk dat de temperatuur van het accessoire mooi warm is. Echt heet. Ik heb een flessenpompoen. Dat is makkelijk, die zijn redelijk snel gaar en je kunt de schil van flessenpompoen ook eten. Dan doe ik een klein beetje olijfolie over de pompoen heen. Dat houdt hem straks extra sappig. En ik ga de pompoen grillen op standje aubergine. Moet ik hem even voorverwarmen. En dat doe ik meteen met de dichtschroeifunctie. Hij is mooi voorverwarmd. En dan gaat nu de pompoen erop. Dikteberekening, zegt hij. En dan gaat hij uitrekenen hoe lang het duurt voordat mijn pompoen gaar is. Mooi, hè? Dat geeft mij de tijd om mijn brood vast te snijden. Ik heb hier een mooie roomkaas met wat kruiden. Gewassen spinazie op het onderste deel. Had ik al gezegd dat er vreselijk veel vitamintjes in zitten. Kijk aan, de pompoen is klaar. Leggen we deze vast op ons broodje. Ik vind mijn paddenstoelen er ook op. Zo, en nu het standje steak met een dichtschroeifunctie. Daarmee krijgen we dadelijk een hele mooie grillmark en mooie grillstreepjes, maar extra smaak ook. Heerlijk. Daar gaat hij dan. Dichteberekening, zegt hij, en dan past hij zijn tijd en zijn temperatuur aan, precies op dit mooie stukje entrecote. Ik wil hem medium gebakken hebben, maar je kunt helemaal kiezen. Je kunt hem rare eraf halen, of tussen rare en medium rare, je kunt eigenlijk kiezen. Maar geef het ook aan. Over 35 seconden is hij medium, zegt hij, maar ik haal hem er nu vast af. Dan zit ik net iets onder dat medium. Kijk eens aan, wat mooi. Nu is het belangrijk dat we het vlees eventjes kort laten rusten als hij van de grill afkomt. En dan kunnen de sap weer mooi zich verspreiden over het vlees. En dan is hij dadelijk dus extra mals en extra sap. Kijk eens wat een fantastisch mooi cuisson. Hij ligt niet, hè, het apparaat. En dan is de kwestie van beleggen. Nog wat peper en zout als laatste. Er is hij dan, onze steak sandwich met paddenstoelen en gegrilde pompoen en entrecote.